ter informatie. Dit verhaal is een creepypasta. En dat betekent dat het de bedoeling is de luisteraar flink de stuipen op het lijf te jagen. Dit verhaal is dus verzonnen en het is niet echt. Dankjewel. Dag dames en heren. Leuk dat jullie kijken naar deze video. Deze keer heb ik weer een creepypasta voor jullie. En het gaat over een techneut dat een oud spel van de jaren 80 ontdekt. Maar is dit wel een spel? Doe alle ramen en deuren dicht en natuurlijk ook alle lampen uit en laat je meevoeren door de sfeer des duisternis. Deze keer de creepypasta Totor's Maze. Daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? Dan gaan we beginnen. Totor's Maze. Het heeft niet veel voordelen om de enige onderwijsassistent te zijn op een kleine computerwetenschappelijke afdeling. Behalve dat de professoren me soms allemaal oude computers en spelcomputers meegaven. Misschien ruimden ze voor het eerst in decennia hun kantoren op en hadden ze een paar Macintosh Classics die anders in een vuilcontainer zouden belanden. Soms gaf de afdeling ze nieuwe tablets en hadden de oude tablets een nieuwe bestemming nodig. Anders gingen ze met pensioen en werd alles waar geen nostalgie aan was, weggegooid. Met dank aan hun vrijgevigheid had ik een heleboel oude computers, diskdrives, moederborden en vrijwel alle andere computeronderdelen of accessoires die je maar kunt bedenken in mijn appartement staan. Knutselen aan oude computers kan heel leuk zijn. Je kunt oefenen met solderen, zonder dat je je zorgen hoeft te maken dat je een hoop geld weggooit als je de computer per ongeluk vernielt. Als je computers uit elkaar haalt, kun je zogenaamde upgrades uit het verleden tegenkomen die nu echt lachwekkend zijn. Zoals de 32KB Deluxe Memory Expansion Card die ik ooit uit een laptop uit 1995 heb gehaald. En laten we ook de charme van de oude archiefmedia niet vergeten. Herinner je de chipschijf nog? Nee? Prutsers. Maar goed, zelfs als je geen techneut bent zoals ik, kun je in ieder geval het deel van mijn hobby wel begrijpen. Oude computerspellen ontdekken die niemand anders zich herinnert en ook daadwerkelijk de middelen hebben om ze te spelen. Ik haal oude computers weg bij kantoren of snuffel door vergeten harde schijven. Ik ben games tegengekomen die ik nog nooit ergens op internet had gevonden. Sommige van de spellen bestonden zelfs voordat mijn ouders waren geboren. En ik heb ze allemaal kunnen spelen. Je kent het ultieme gevoel van gamen pas als je een spel op een legitieme diskette hebt gespeeld. Hoe dan ook, aangezien ik de man ben die al die oude spullen kreeg, mocht ik op een dag het kantoor doorzoeken van een of andere adjunct, wiens naam ik nooit helemaal heb onthouden. Waarschijnlijk omdat ik niet zoveel met hem omging. Hij nam na jaren dienst ontslag vanwege de zware werkdruk en hij ook onderbetaald werd. Ja, ik kon het hem niet kwalijk nemen. Ik had gehoord dat hij minder verdiende dan ik. En ik had niet eens zo'n hoge positie als wat hij had. Wat de reden ook was, Sussman of Hassman kwam niet terug voor het voorjaarssemester. En liet ons ook op geen enkele manier afscheid nemen. Hij verdween gewoon. Dus een paar weken na het begin van het semester, nadat de directie zeker wist dat hij niet meer terugkwam, gaven ze me de sleutel van zijn kantoor. En gaven ze me de vrijheid om de oude computer of wat ik wilde hebben mee te nemen. Toen ik op een avond eindelijk al mijn lesstof had doorgeleerd en mijn medestudenten allang naar huis waren, liet ik mezelf het gebouw in waar de oude computer stond. Het gebouw was donker tegen de tijd dat ik aankwam, maar de sensorlampen gingen aan zodra ik binnenkwam.
en flikkerde één voor één aan, terwijl ik door de gang liep. Het kantoor van de adjunct had geen naamplaatje. Er is mij verteld dat maar weinig adjuncten zelfs een kantoor hebben. Het was daarom lang zoeken naar het juiste kantoor. Alle sleutels probeerde ik uit. Ik kwam zelfs in de bezemkast terecht. En nu we het daar toch over hebben, het kantoor van de adjunct had net zo goed een bezemkast kunnen zijn. Het was nauwelijks groter dan een badkamer. Bovendien had het geen ramen en kwam het enige licht van een gloeilamp die aan het plafond bungelde. Het had ook geen lichtschakelaar, dus ik moest in de duisternis ronddwalen tot ik het trekkoord vond. Geen wonder dat de arme man ontslag nam. Van wie kan worden verwacht dat hij goed werk afleverde onder deze omstandigheden? Toen het zwakke licht eenmaal de gehele kantoor verlichtte, kon ik alles zien wat de professor allemaal achterliet. Het zag er op het eerste gezicht nogal onopvallend uit. Hij had op de een of andere manier een bureau in een krappe ruimte weten te plaatsen en een stoel gevonden om erbij te zitten. Een grote monitor nam het grootste deel van het bureauoppervlak in beslag. Ergens in de hoek lag er een dun laagje stof op de programmeerboeken. Bijna alles leek op een normaal verlaten kantoor, totdat ik zag wat ik niet direct kon plaatsen. Er stond een kopje koffie dat nog steeds vol was, op het bureau. Blijkbaar was de man vergeten zijn koffie nog leeg te drinken. Maar ik besteedde er verder geen aandacht aan, dus zocht ik door de lades van het bureau op zoek naar iets dat ik de moeite waard vond om mee te nemen. Binnenin kletterden de pennen en potloden die van stapels met koffie besmeurde schriften en kleine kantoorartikelen rolden. Ik vond niets wat mijn interesse wekte. Maar dat was dan ook geen grote verrassing. Het enige wat ik vond was de desktoptoren die de adjunct me had nagelaten. Dat was precies wat ik zocht. Het snoer van de monitor liep achter het bureau en leidde me naar een oude maar stevig ogende Dell, waarin nog steeds een 3-inch floppy drive was geïnstalleerd. Ik had geen tekort aan diskettenstations of zo, maar ik besloot toch de machine mee te nemen. Je kunt tenslotte nooit genoeg reservehardware hebben. Bovendien wilde ik uitzoeken welke soorten bestanden de adjunct op die computer bewaarde. Het was al erg laat tegen de tijd dat ik naar huis ging, maar ik kon het niet laten om nog wat langer op te blijven, om de inhoud van mijn nieuwe aanwinst door te kijken. Ik sloot de computer aan op een van mijn flatscreens monitoren en sloot vervolgens het toetsenbord en de muis aan en stopte de stekker in het stopcontact en ging naar de koelkast om een cafeïnevrije drankje te halen, terwijl ik wachtte tot de computer was opgestart. Toen ik terugkwam, had een groene gloed het scherm verlicht, waardoor mijn toetsenbord en bureau in fantastische kleuren waren overgoten. De gebruikelijke opstartdialogen voor een besturingssysteem uit de late jaren 80 verschenen, geschreven in groene tekst met weinig pixels. Dat is raar, dacht ik. De meeste besturingssystemen en programma's zagen er alleen groen uit vanwege de wat beperktere monitoren. De beelden zelf waren onder de beste monitoren gewoon zwart-wit. En mijn huidige monitor was redelijk de beste. Ik dacht dat het waarschijnlijk een aangepast besturingssysteem was, gecodeerd om er groen uit te zien voor de nostalgie. Net als die tekstverwerker Darkroom. Nu ik er zo over nadenk, vond ik het ook vreemd dat de adjunct zijn computer niet had vergrendeld met een wachtwoord. Maar ik was zo blij met mijn nieuwe computer dat ik geen tijd besteedde om erover na te denken. Het besturingssysteem had een GUI die vergelijkbaar was met de oudste Apple aanbiedingen. Dus ik had er geen moeite mee om er doorheen te navigeren. Tot mijn verbazing gaf het pictogram van de floppy drive aan dat er een diskette was geplaatst. Hoe had ik dat gemist toen ik de computer voor het eerst inspecteerde? En ja hoor, de
De uitwerpknop op de computertoren stak uit alsof er iets in was geplaatst. Ik drukte op de uitwerpknop en er kwam een rode diskette tevoorschijn. Een label op de voorkant van de diskette, geschreven met zwarte stift en met het meest nette handschrift dat ik ooit had gezien, luidde eenvoudig: Todor Smees. Was het een spelletje? Als dat zo was, had ik er nog nooit van gehoord. Maar zoals ik al eerder zei, ik was altijd titels aan het verzamelen waar ik nog nooit van had gehoord. Misschien was het een persoonlijk project dat de adjunct had ontwikkeld. Maar waar kwam die titel vandaan? Programmeurs noemden altijd dingen naar zichzelf. Maar deze naam vond ik wel erg raar. Ik wist de naam van de adjunct niet, maar ik wist zeker dat het niet Totor was. Op dat moment kon ik mijn nieuwsgierigheid niet meer bedwingen. Ik stak de diskette in de computer en startte het enige bestand dat erop stond. De cursor veranderde in een zandloper, terwijl de computer mijn commando verwerkte. Daarna veranderde het in een fractie van een seconde in een compleet andere vorm. Ik zou zweren dat het eruit zag als een afgrijzelijk gezicht. Maar ik kon het niet van dichtbij zien, want kort daarna werd het scherm zwart. Een paar seconden later verscheen de groene tekst dat eruit zag als slijm op het scherm. Totor Smees verscheen in gigantische letters met een enkel rode stip in het midden van de O. Onder de O stond met een kleine lettertype: Begin, ja of nee. Ik rommelde met de pijltjestoetsen en ontdekte dat ik de rode stip kon verplaatsen. Ik waardeerde deze simpele afleiding die de programmeur had gedacht te gebruiken. Het toonde enige aandacht voor de speler. Ik vroeg me af wat de rest van het spel inhield en drukte op de ja-toets. Het scherm werd weer zwart, behalve de O met de rode stip. Groene letters verschenen achter elkaar en na een tijdje verscheen er: Weet je het zeker? Ja of nee? Wat een bizarre eigenschap, dacht ik. Meestal bewaarde je zoiets voor stopfuncties, zodat een gebruiker niet per ongeluk al zijn voortgang verliest door een mislukte toetsaanslag. De onverwachte gebeurtenissen maakten me alleen maar nieuwsgieriger. Ik drukte op de ja-toets. Daarop verdween de tekst weer langzaam. De rode stip bleef even staan, voordat hij ook verdween. Ik bleef achter, met een zwart scherm. Al snel leek er een stukje tekst op te drijven uit de duisternis. Er stond: Level 1. Nadat het verdwenen was, ontstonden er een aantal hoekige lijnen dat eruit zag als een doolhof. Maar het was niet echt een doolhof. Er was maar één route beschikbaar. Geen paden, geen doorlopende wegen. De rode stip van het titelscherm wachtte aan de ene kant en een blauwe stip wachtte aan de andere kant. Ik nam aan dat ik de rode stip kon bewegen. En ik had gelijk. Ik kon met de pijltjestoets de rode stip bewegen. Het bewoog veel sneller dan ik had verwacht. Als ik hem in een van de groene lijnen stuurde, stopte hij met bewegen. Ik veronderstelde dat er geen ander doel was dan het bereiken van de blauwe stip. Dus begon ik de rode stip er naartoe te leiden. Toen de twee stippen elkaar eindelijk raakten, verdween de blauwe stip. De volgende level volgde en de rode stip verdween als laatste. Toen verscheen de tekst: Level 2. Level 2 verschilde niet veel dan de eerste. Het spel tekende een vierkant dat de helft van het scherm in beslag nam. De rode en blauwe stip verschenen allebei binnen in de vierkant. Er waren geen obstakels. Zonder enige verbeelding zou het een doolhof genoemd kunnen worden. Het leek erop dat Totor al zijn of haar fantasie op het titelscherm had gebruikt. Het is niet nodig om te zeggen dat ik geen moeite had om de level te halen. Vreemd genoeg was de overwinningsanimatie deze keer wel wat anders.
Het leek allemaal erg vloeiend te gaan, in vergelijking met level 1. De daarop volgende levels hadden geen verschil met levels daarvoor en hadden ontwerpen die net zo eenvoudig waren als de eerste twee levels. Een karakterloze rechthoek, een langere rechthoek, een rechte lijn, nauwelijks breder dan de rode stip die ik bestuurde, waardoor ik geen andere keus had dan in één richting naar de blauwe stip te gaan. Het enige dat veranderde was de animatie aan het einde. Soms leek de blauwe stip op te lossen, een ander moment leek het in tweeën te splitsen voordat het verdween. Na een tijdje gespeeld te hebben, begon ik mijn weg in het spel te vinden. Het duurde niet lang voordat ik op level 10 was aangekomen. Dat was het punt dat dingen echt verontrustend werden. Level 10 leek totaal niet op de andere levels. Het was rechthoekig, met langs de boven- en onderkant een aantal kleinere rechthoeken erin geanimeerd. De blauwe stip bevond zich ergens in het dode punt van de kaart. Mijn rode stip begon in een hoek. Ik begon de rode stip naar het doelwit te richten, maar toen deed de blauwe stip iets onverwachts. De blauwe stip bewoog, alsof hij wist dat ik eraan kwam. Toen mijn rode stip maar een paar pixels verwijderd was, steeg de blauwe stip met een ongelofelijke snelheid op. Hij wierp zich tegen een van de kleine rechthoeken. Opeens verdween de onderste lijn van een van de rechthoeken, waarop de blauwe stip vervolgens in de rechthoek stond. Daarna keerde de groene lijn van de rechthoek weer terug. Wat had ik in vredesnaam gezien? En hoe moest ik het spel nu uitspelen? Mijn enige optie was om te proberen aan de zijkant van de kleine rechthoek te rammen, net zoals de blauwe stip dat had gedaan. Terwijl ik dat deed, stortte de muur uiteindelijk in en raakte de stippen elkaar, waardoor de blauwe stip in vele kleine stukjes splitste die de binnenwanden van de kleine rechthoek bedekten. Ze vervaagden niet, voordat het beeld zwart werd. Het duurde zo lang dat ik er hoofdpijn van kreeg. Op de een of andere manier had ik het gevoel dat ik iets vreselijks had gedaan. Toen kwam level 11. Deze level bevatte veel meer details dan de vorige, zoals rechthoeken en tactisch gebruik van muren. Het pad naar de blauwe stip was vrij duidelijk. Terwijl ik de rode stip bewoog, begon ik me door iets in het spel ongemakkelijk te voelen. Hoe gek het ook klinkt om dit te zeggen over een stel groene lijnen, maar het kwam me vaag bekend voor. Ik had het gevoel dat ik er eerder was geweest. Ik gaf de schuld aan dat het al zo laat was, in de veronderstelling dat slaapgebrek de oorzaak zou zijn. Toen ik de blauwe stip aanraakte, verdween de stip niet. De blauwe kleur liep er als sap uit. Er bleef een grijze stip over. Ik zei tegen mezelf dat ik gek werd, maar ik kon de angst die ik begon te voelen niet verkroppen. Ik voelde druk om mijn borst en ik kreeg vervolgens bijna geen lucht. Het maakte mij paniek bij elke ademhaling nog groter. Tijdens de strijd om wat lucht te halen, realiseerde ik me waarom level 11 me zo bekend voorkwam. Het leek precies op de plattegrond van het huis van mijn stiefvader. Hoeveel levels waren er nog in dit bizarre spel? Elke level was er één te veel. Ik wilde niet meer spelen. Ik drukte op elke toets op het toetsenbord, maar het spel sloot niet af. Ik forceerde de computer af te sluiten door de aan- en uitknop 3 seconden ingedrukt te houden. Maar zelfs na 2 minuten de aan- en uitknop te hebben ingedrukt, toonde het scherm nog steeds dat hatelijke spel. De computer ging niet uit. Toch kon ik mezelf er niet toe brengen om de stekker van de computer uit het stopcontact te trekken. Ik geloofde op de een of andere manier dat alles aan zou blijven. Alsof het mijn gedachte was, begon het spel eindelijk weer te bewegen. In plaats van dat het hele ding naar zwart vervaagde, werd de rode stip groter en groter, totdat het hele scherm rood was. Als migraine een kleur zou zijn,
zou dat rood zijn. Het deed pijn aan mijn ogen. En toen ik ze dicht hield om me te beschermen tegen de brandende pijn, gloeide de afdruk van een afgrijzelijk gezicht tegen mijn oogleden. Uit een reflex draaide ik mijn hoofd om het niet te hoeven zien, maar het gezicht verdween niet. Het bleef op mijn netvlies staan, in tegenstelling tot de meeste afbeeldingen die na verloop van tijd vervaagden. Leek deze met de seconde duidelijker en duidelijker te worden. Zijn schedel was misvormd, uitgerekt tot een langwerpige vorm. Zijn kaak leek losgeschoten. De ene kant hing veel lager dan de andere. Waar zijn ogen hadden moeten zijn, zag ik alleen lege kansen die niettemin kwaadaardig naar me leken te kijken. Ik kon mijn blik op geen enkele manier afwenden van zijn beangstigde, holle blik, behalve om mijn ogen weer te openen. Toen ik dat eenmaal deed, was het scherm eindelijk zwart geworden. Ik was veel banger om het spel niet uit te spelen, dan om het spel wel uit te spelen. Dus ik ging verder met level 12. De plattegrond bij level 12 herkende ik ook. Het was mijn schoolgebouw. Het kwam duidelijk overeen met de plattegrond van de informatica afdeling. Omdat het bijna een exacte kopie was van de vluchtroutes die ik daar op de muren had zien hangen. De blauwe stip bewoog langzaam en stopte op bepaalde plekken. De rode stip, ik dus, bleef hangen in een kleine kamer die overeenkwam met de locatie van het kantoor van de adjunct. Het is maar een spel, zei ik, om mezelf gerust te stellen. Het is maar een spel. Bij deze gedachte kwam ik tot rust, totdat mijn mobiel trilde op mijn bureau. Ik gilde bij het geluid. Ik kon er niets aan doen. Er was een sms-bericht binnengekomen. Ik durfde mijn telefoon niet te pakken. Na lang staren verzamelde ik de moed om mijn mobiel te pakken. Het was mijn moeder. Toch maakte ik me zorgen. Ze was nooit 's nachts wakker, dus het beloofde niet veel goeds dat ze me op dat tijdstip een bericht stuurde. Er is iets met Ron gebeurd, luidde het bericht. Ik weet niet wat. Bloed, overal. Ik begrijp het niet. Ik heb de politie gebeld. Bel me snel. Ron was mijn stiefvader. Ik voelde me misselijk. Mijn maag draaide om. Ik moest bijna overgeven. Ik voelde me verantwoordelijk voor mijn stiefvader. Ik was vrijwel zeker verantwoordelijk. Wat voor spel was ik aan het spelen? Wie zou zo'n spel maken en waarom? Ik was zo diep in mijn gedachten dat ik onbewust mijn frisdrank omstootte. Ik kreeg spontaan pijn in mijn buik. Het zuur brak me op. Ik bukte naar voren in een poging het wat te laten zakken. Terwijl ik een tijdje later mezelf overeind trok, ving ik een glimp op van de langzame, opzettelijke beweging van de blauwe stip op het scherm. Op basis van zijn bewegingen was het duidelijk naar iemand op zoek. Ik kon me alleen maar voorstellen wat de rode stip betekende. Ja, inderdaad, ik was de rode stip en de blauwe stip was dus naar mij op zoek. Het werd me te veel. Ik zou mezelf nooit vergeven voor de doden die ik had veroorzaakt. Er moest een manier zijn om het te stoppen. Ik duwde mijn toetsbord opzij en staarde naar het scherm, terwijl ik nadacht over wat ik moest doen. Het spel dacht verder vooruit. Plotseling verscheen er een timer in de hoek van het scherm. Ik merkte het nauwelijks. De timer gaf 30 seconden aan, voordat het begon af te tellen. Wat zou er gebeuren als de timer op 0 komt? 20 seconden. 15 seconden. Ik voelde me machteloos. Als het spel inderdaad mijn stiefvader had vermoord, wat zou er dan met mij gebeuren als ik niet deed wat het zei? 10. 9. 8. Ik moest iets beslissen. 7. 6. 5. Ik sloeg op de pijltjes toetsen.
De rode stip vloog omhoog. De blauwe stip had geen tijd om te reageren. Zodra mijn rode stip de blauwe raakte, spatte het kapot. Het spel veranderde in water en viel uiteen. Na een tijdje verscheen de hatelijke tekst. Final level. Hoe veelbelovend. Het spel kon mij in ieder geval niet te martelen. Ik voelde me bijna dankbaar dat er nog maar één persoon zijn dood zou vinden. Ik beschouwde zijn of haar dood als een opoffering voor de bescherming van de anderen. Het zou een goede zaak zijn om voor eens en altijd een einde te maken aan deze horror. Ik had een moment van paniek toen het bij me opkwam dat de Kay misschien een laatste poging deed om iedereen te vermoorden. Wat als het laatste level een overvloed aan blauwe stippen zou zijn? Ik zou ze niet allemaal kunnen vernietigen. De tekst van Final Level verdween geleidelijk en zag ik het spel. De blauwe en rode stip verschenen als eerste. De blauwe stip stond achter de rode. Ik zuchtte van opluchting. Tot ik de vorm van de groene vierkanten zag. Het was mijn schoolgebouw, weergegeven in groene pixels. Ik draaide me om in mijn stoel. Ik kon niets zien in die duisternis, want mijn ogen hadden zich aangepast aan de helderheid van mijn monitor. Ik dacht dat ik een vage rode gloed op de muren om me heen ontdekte. Ook al straalde de enige lichtbron in de kamer groen uit dat van de monitor kwam. Ik voelde mijn lichaam trillen. Ik was nog nooit zo bang geweest. Er waren geen geluiden, behalve de hartslag in mijn oren. Ik reed met mijn bureaustoel naar het raam om te kijken of daar iemand was. Niemand stond er. Ik reed mezelf terug naar het computerscherm. Tot mijn schrik zag ik het beeldscherm helemaal overspoeld met verblindende migraine rood. Ik kneep mijn ogen dicht. Aan de binnenkant van mijn ooglid zag ik iets verschijnen. Het kwam steeds dichterbij. Ik hoefde het niet eens te zien om te weten wat het was. Het was dat gezicht. Dat ding was teruggekeerd. Het kwam zo dichtbij dat ik dacht dat ik het op mijn gezicht voelde ademen. Ik opende mijn ogen. Het gezicht verscheen op het scherm. Het keek me aan. Toen werd zijn mond breder en onthulde een donker gat. Het at elke pixel op en op hetzelfde moment sneed een bot scherp mes mij diep in mijn keel. Nu zouden jullie je afvragen hoe ik hier nog ben. Nou, dat komt omdat het een nachtmerrie was. Ik schrok wakker en staarde naar het scherm. Ik was nog steeds bij het hoofdmenu van Totos Maze. Het was ochtend en uiteraard zat ik niet meer in het donker. Jullie kunnen wel raden dat ik het spel niet heb gespeeld. Ik beschouwde mijn nachtmerrie als een serieuze waarschuwing. Plots werd ik gebeld door de ambulance. Je moeder is vannacht... Laten we zeggen dat ze in kritieke toestand in het ziekenhuis ligt. Ze bloedt overal en er zitten diepe sneeën op haar armen. Het is beter als je nu direct komt. Het ziet er slecht uit. We weten niet of ze het gaat halen. Dit was het einde van deze creepypasta. Hopelijk vonden jullie hem eng. Mocht je mijn stem vaker willen horen, dan staat het jullie je natuurlijk ten alle tijde vrij te abonneren op mijn kanaal. En heb je nou zelf een verhaal? Aarzel dan niet en mail dan aan dit e-mailadres. Of stuur me een persoonlijk bericht via Instagram. Beide adressen staan nu in beeld. Bedankt voor het luisteren, vrienden. En graag
tot de volgende keer.